Dit is Vera Vlocht. Waar zijn we, Goof? Wij zijn bij de vrienden van jou uit Hilversum, maar dan in Den Haag, bij Beeld en Geluid. Ja. Wat leuk, ja, hè? En het Oude Postmuseum. Het Oude Postmuseum, ja. Dat kennen wij nog, hè? Uit onze Haagse jeugd. 100 jaar geleden. Ja, en we gaan eens eventjes dit mooie museum bekijken, want daar hebben we echt... Echt heel zin. We zijn lekker met de trein. Zo is het. En we gaan er een leuke dag van maken. Sentimental Journeys. Ook hier, net als in de depots van Beeld en Geluid in Hilversum, de draadomroep, de radiodistributie. Dit gaat allemaal over media, Govert, dit museum. Dus hier moet jij je wel heel erg thuis voelen. Zeker. Ja, maar herken jij ook dat woord macht? Want jij hebt zo lang in de media gewerkt. Wij kregen de macht op bezoek. En die kwam ons dingen uitleggen hoe het zat in de wereld en in Nederland. Maar wij waren ook de macht, want wij hadden een microfoon en anderen hadden een camera. Of voelde een pen. Dat voor jou wel eens als macht, het feit dat je een microfoon had? Nee, het feit dat je met een microfoon werkt betekent dat je andere mensen kunt informeren. En die kunnen daar hun voordeel mee doen. Uit de tijd dat de post nog PTT heette. Zie je daar? PTT-post. Deze ligt ook bij Beeld en Geluid in Hilversum, in de depots. En dan vertel ik er altijd over, maar eigenlijk kan jij daar beter over vertellen, Govert. Dit is de Nagra. En die hing aan je schouder. En, nou, bijna 20 kilo. En dat was in zomer en winter te gebruiken, want die werkte altijd. Dat was onze rechterhand bij de opnames. Maar wel loodzwaar dus. Ja, maar goed, daar had je ook wat voor, hè? De journalist onderweg en op locatie. Oh, maar kijk eens, Govert. Deze hebben wij thuis ook liggen. Zeker. Ja, er is hier ook heel veel te leren over nepnieuws. Heel nuttig ook eigenlijk. Leuk museum hoor. Echt een leuk en heel informatief museum. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Zo weet je de kracht van het protest, ja, die zit er ook in. Protest zit ook in liedjes, hè? Jij moet nog huiswerk maken. Oh, the times they are changing. Hier kun je dus je eigen campagne starten. Kom in actie. Nou, oké. Okay. Klein actietje, heel klein actietje. Oh, oh, de Haag. Oh, oh. Ze hebben ook een apart hoekje met. Haagse dingen. Oh ja, oh, dat gaan we ook even kijken. Mooie stad achter de duinen. Zo is dat. Dit is een hoekje speciaal voor ene Frans van der Herpen. Ja, Frans die houdt wel van de Haagse humor. Dat is fijn natuurlijk. Ja. Nou ja, kijk maar. Wat een mooie microfoon staat daar trouwens. Connie Stuart is dat, hè, Govert? Ja, dat is een nieuwe Connie. Oh, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Nou, vandaag is het een beetje miserig.
Vind je het leuk, Goof? Ik vind het wel grappig, ja. Ik ken het natuurlijk niet. Kies de button die het best bij je past. Lessen voor de pers. Daar loopt Govert ergens. Ach, kijk dan, alle telefoongidsen. Dat is grappig. Wat grappig. Heb jij dat zelf nog gezien, Govert, Buizenpost? Nee, nee, nee. Het scheelde hoop heen en weer gelopen. En dat gaat dan helemaal, dat hebben ze hier dus ook gemaakt. Dat is wel heel grappig. Via een buis. Ja. Piep. Dan gaat een heel gebouw door. De grap hoeft niet leuk te zijn, maar hij moet wel kunnen. Ja, maar ik merk wel dat jij daar iets ruimer in denkt dan ik. Ja, ik heb wat sneller dat ik denk, moet dit nou? Dat... Omdat je altijd mensen op hun tenen... Dat is niet erg. Dat mag je wel afvragen. Maar je moet niet zeggen, het kan niet, omdat ik vind dat ik niet op jouw tenen mag staan. Oké. Okay. Maar jij vindt dat er heel veel kan. Heb je trouwens die closetrol gezien hier? Nou, dat is toch grappig? Ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Dit gaat dus over satire. En wat kan wel en wat kan niet. Nou, wij vinden allebei dat er veel kan. Ja, maar af en toe had ik de neiging om hier op de rode knop te drukken. Jij bent daar iets... Maar ja, jij doet dat zelf ook wel graag, hè? Een beetje grappen maken. Een beetje plagen. Ja, niet zo erg. Spotprenten, hou jij ook wel van, hè? Ja, zeker. Oh, ja, dat is een hele beroemde. Ja. Hugh Bertrams. Ook bij spotprenten heb ik af en toe dat ik denk, weet je, je vindt hem leuk of niet leuk, of gepast of niet gepast, maar... Je moet daar niet de kinderen achter. Maar wat vind jij dat... Is er dan iets waarvan jij vindt dat het niet kan? Niet gauw, hè? Niet zo gauw. Nee. Wat een hele chique telefooncel, joh. Men spreekt duidelijk, niet te vlug, niet te luid. Dat is een goede aanwijzing. Heel goed. Chique zaal. Hier zou ik wel een evenementje willen bijwonen. Kijk, neem Amersfoort, hè, waar wij vandaan komen. Even kijken, Goof, waar zie je Amersfoort? Oh ja, ach wat leuk. Dat was een meneer die heel lang geleden bedacht dat postsorteren makkelijker kon. Alle plaatsen hadden een code. En dan tikte die 78 in, Amersfoort, hier. 78. En dan ging de machine zoeken op 78... En dan kwam de post hier in uit. Kijk eens even. Dit ingewikkelde apparaat legde hij hem zo hier achterlangs in het vakje 78. Amersfoort. Bizar, hè? Geweldig, wat een apparaat, hè? Ja. En iemand heeft dat bedacht. En niet alleen bedacht, maar het ook kunnen maken. En Ineke Middag heeft het ons net uitgelegd. Daarom weet ik. Anders zou ik het niet weten. Nee, dat je dat niet weet. Met dank aan Ineke. Ja, zeker. Ja. Geweldig. Ja. En tot waar gaat het dan? Is het allemaal is het alleen Nederland? Dat kun je zien. Amersfoort Deventer. Kijk dan, Amerika. Ja. Dat is voor als het naar Willem ging. Willemijnes, naar Maine. Naar Maine. Bangor. Wat ontzettend leuk. En luchtpost. Jee, maar wat een ontzettend mooi apparaat, zeg. Wauw. Het is echt een feestje naar te kijken. Ja. Goh. Dat scheelde een hoop werk. Dat doen wij wel. Maakt internet eenzaam of juist niet? Dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Govert, wat denk jij? Maakt internet eenzaam of juist niet? Nee, voor mij niet.
weet je, ik kan me voorstellen als mensen niet meer naar buiten gaan omdat ze niet van hun computer weg kunnen. Of omdat ze maar alleen de computer als vriend hebben. Maar dan nog, nee, ik denk dat die verrijkend is. Ja, denk en ik ook. En eenzaamheid opheft. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Zijn wij wel eens onbereikbaar? Nee, nooit. Eigenlijk bijna nooit. Weet je wanneer? Als we naar de sauna gaan. Dan moet je je telefoon inleggen. Want dan moet je je telefoon in een kluisje leggen. Ja. En het gekke is dat ik dan wel eens tegen jou zeg... Wat lekker rustig. Dus het is wel fijn om soms onbereikbaar te zijn. Wat een mooie bomen zijn dat, zeg. Als daar straks het groen aankomt. Ja. Even lekker door Den Haag lopen, Goof. Even verleden snuiven. Heerlijk. En wat is dat daar waar we op aanlopen? Ja, het plein 1813, het begin van de monarchie in Nederland. En dat is dit monument, dat herinnert eraan. Oh, dan gaan we eventjes langs lopen. Wat ik nou zo leuk vind, ik heb hier heel vaak gefietst. En ik ben hier heel vaak met de tram langsgekomen. En dat beeld, dat hoorde er gewoon bij. Maar wat het nou precies is, en hè? Jij weet, wat? Het is het begin van de Nederlandse monarchie, koning Willem I. Oké. Okay. Die staat daarop, aan de voorkant, kijk maar. Nou, dan ga ik even kijken. Wat fijn dat jij dat allemaal weet. Dat je wel weet, hè? Ja, maar dat is ook wel fijn, want ik leer iedere dag nog bij, lieve mensen. Van wat dan ook, vaak van mijn echtgenoot. Kun je erbij komen eigenlijk, bij dat beeld? Mooi. We weten het nog beter van Parijs dan van Den Haag, denk ik wel eens. Govert, denk je niet? Als we door Parijs en Londen lopen, ja. Dan staan we bij al die dingen stil. Juist. En hier fietsen ik dag in dag uit langs. Nou, dat zeg ik net. En ik heb is voor het eerst dat ik deze trappen beloop. Dat is toch bizar, Govert? In 70 jaar. Bizar. Maar je zag het wel, je wist het wel. Ja, tuurlijk. Maar het was er gewoon. Ja. Ja, ja. Ik heb het nog nooit van zo dichtbij gezien. Never. Nog nooit. Nee. Dat is toch bizar? Heel lang geleden heb ik hier nog wel eens wat gekocht. Ik zou niet meer weten wat. Oh, hier ga ik nog eens een keer naartoe. Ga ik hier naar binnen. Die kennen we. Hoi. Want het Second Hands Rose, dat ligt dus in een wijk waar heel veel dames van ambassades en zo hun kleding komen brengen. Dus daar kon je gewoon voor, nou ja, niet al te veel geld, heel erg mooie dingen kopen. En zo grappig dat het dus nog steeds bestaat, want ik heb het echt over heel veel jaar geleden. Dit is ook Den Haag. Lichtjes nog in de bomen, ik weet niet of jullie dat zien. De Hooigracht. De skyline van Den Haag, Goof. Wat is dat veranderd, hè? Dat kennen we nou niet meer. Jongen. Wat is dat veranderd? Zien, hè? Hier vandaan. Ja. Bij het Malieveld in de buurt. Andere tijden. Ik ben samen met Ineke, collega van Beeld en Geluid. Hé, hey, wat leuk Ineke. Ja. Sneeuwklokjes in je tuin. Helemaal goed, hè? Helemaal goed. Ja, heel leuk. Blij mee. En een vogeltje hoor ik. Ja, hij zit daar. Musje, kijk. Oh, het is een musje. Ja. Hé, hey, musje, waar ben je? Oh, daar. Dag, musje. Ja. Weet je wat ik voel? Ik voel de lente.